Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt op Fem. Vandaag ga ik 5 tips met jullie delen die... Ja, het zijn net van de tips weet je wel, waarvan je denkt van... Hey, dit is super handig. Hele kleine tips gaan vooral over eigenlijk speldjes en bobbypins. Je kent ze wel, deze dingen. Die dingen, ja, ik denk dat we ze bijna allemaal wel gebruiken. Ze zijn heel erg makkelijk, vooral voor je haar. En je kan er gewoon heel erg veel mee. Je kent ze wel, je raakt ze heel makkelijk kwijt. En ze gaan makkelijk kapot en dat soort dingen. En vandaag dus 5 tips om deze net wat makkelijker te gebruiken. Sommige heb ik geleerd van haarstylisten bij events. Andere heb ik via gehoord. Net van de tips die je net moet weten, weet je wel? Ik heb net de eerste tip en dit is persoonlijk mijn favoriet. Een pakje TikToks. Ja, we kennen het allemaal wel. En nu denk je misschien van, huh, TikToks? Wat heeft dat te maken met haarspeldjes? Nou, ik denk dat we het allemaal wel kennen. We hebben een feestje of we gaan naar een vriend of vriendin logeren daar of zo. En neem van die speldjes mee. Nou, die doe je los in je tas en vervolgens neem je er 10 mee en je komt thuis terug met 1 speldje. Ja, al die dingen, die raak je helemaal kwijt, komen echt op de grond, zit in je tas helemaal onder, weet ik veel. Nou, zo'n TikTok doosje, die kan je heel erg makkelijk gebruiken als doosje voor je speldjes. Als je van dit soort speldjes koopt, dan zitten ze meestal op een papiertje heen. Ja, dat kun je natuurlijk ook gebruiken, maar zo'n doosje is natuurlijk net wat steviger en net wat makkelijker. Nou, ik vind het zelf veel fijner werken dan een papiertje waar het in zit. Of ik vind het ook heel makkelijk om zeg maar op te bergen. Nou, ik vind het zelf een hele handige tip. Daarnaast ook omdat de TikTok doos, die kan natuurlijk heel makkelijk open en weer dicht. De tweede tip had ik ooit bij mijn vriendin gezien en ik vond het echt geniaal. Ook die haarelastiekjes. Je kent het wel, je raakt waarschijnlijk allemaal kwijt. En kan je eens om de zoveel maanden weer een nieuw pakje kopen met 100 van die haarelastiekjes en dan ben je ze weer kwijt. Nou, wat mijn vriendin altijd deed, dankjewel Vera. Nou, die deed altijd haar haarelastiekjes om haar haarborstel. En ik zag het voor het eerst en ik dacht van, zo genius, waarom wist ik dat nog niet, dacht ik toen. En nou, sindsdien doe ik het ook altijd, want je haarborstel, nou, die gebruik je bijna altijd als je ook je haarelastiekjes nodig hebt. En ja, het is altijd makkelijk en zo raak je ze gewoon niet kwijt. Nou, je kent allemaal wel dat op één moment je haarspeldjes heel vaak zijn gebruikt en ze buigen een beetje open. Dus dat ze niet heel strak meer zijn, maar dat ze gewoon een beetje open staan. Je hoeft die niet weg te gooien, dat is zonde. Pak gewoon een tangetje, maak hem dan weer dicht. En tada, je kan hem weer goed gebruiken. Wat ook vaak is met haarspeldjes, is dat als je ze zeg maar indoet, dat ze er soms uitglippen of ze glijden weg of zo. Nou, ze zitten niet stevig vast. Wat een hele goede tip is, die heb ik ooit geleerd van een haarstylist. Wat je dan moet doen, spuit er eerst wat haarspray op of droog shampoo, maakt niet uit. En doe ze daarna in je haar. Daardoor blijft ze vaak net wat beter zitten. En vooral als je stelhaar hebt, dan glijden ze er heel snel uit. Maar dan met de haarspray of de droog shampoo glijden ze er minder snel uit. Heel makkelijk, heel snel en het werkt gewoon net wat beter. Dit is ook heel erg leuk, zo'n haarspeldjes. Stel, je vindt het leuk om je haarspeldje gewoon net een ander kleurtje te geven. Nou, versier je hem gewoon met nagellak. En het klinkt misschien heel raar, maar gewoon doe er wat nagellak op en hij heeft een ander kleurtje. Maar andersom kan natuurlijk ook. Ik heb voor beneden nog wat babyblauwe speldjes liggen. Nou, vroeger vond ik het helemaal mooi en fancy. Maar laatst ben ik juist net meer van de haarspeldjes in mijn eigen haarkleur. Nou weet je, ik pak gewoon een bruin of zwart nagellakje, lak hem dan in het kleurtje en klaar is Kees. Dan kan ik ze gewoon makkelijk gebruiken zonder dat ik die gekleurde spuitje hoef weg te gooien. Dit zijn dus 5 tips die eigenlijk gewoon om haarspeldjes gaan en die ene tip voor je haarelastiekjes. Die gewoon, ik denk voor bijna iedereen wel toepasbaar zijn en gewoon heel makkelijk zijn. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om dit soort tips te ontdekken. Dus als jij zelf nog van zulke tips hebt, laat ze achter in de reactie. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei! En mocht je je afvragen hoe groot mijn scherm is, hij is ongeveer 1,20 meter bij 60 centimeter.